We gaan naar Zuid-Frankrijk en we gaan naar Arles, waar Van Gogh vanuit Parijs naartoe ging. Hij was de stad beu, hij wilde een warmer klimaat, maar vooral ook andere kleuren. En die hoopte hij in Arles te vinden. Dit is het gele huis waar hij in is gaan wonen. En in dit schilderij gaat het dan ook echt over kleur. Het geel van het huis dat onder de zinderende zon ligt is heel erg fel. Hij heeft ook een heel fel lichtgroen gebruikt hier om de hoek. En de onvergelijkelijke blauwe lucht contrasteert met dat oranje dak. Helemaal volgens de kleurtheorie van de complementaire kleuren. Hij heeft hiermee die intensiteit van het klimaat en van die plek willen weergeven. Maar het is ook een plek waar werkelijk heel bijzondere dingen zijn gebeurd. Hij hoopt er een kunstenaarskolonie te stichten op een bepaalde manier. Ook al was het vrij klein. Er waren maar twee kleine slaapkamertjes. Maar zijn vriend Gauguin is bij hem gekomen, Paul Gauguin. En ze hebben 3 maanden lang samengewerkt, heel intensief. Dat gaf veel botsingen, want het waren nogal tegengestelde temperamenten. En het eindigde ermee dat Van Gogh in de war raakte, in een psychische crisis kwam, een stuk van zijn oor afsneed. Gauguin is gevlucht, want die vond het allemaal maar eng. En Van Gogh moest naar het ziekenhuis om verpleegd te worden.